Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Two Crowns. De vorige aflevering zijn we hier gebleven. We hebben al een klein vestigingetje gebouwd. En nou ja, we hebben dus nu ook alles een beetje klaar. En als het goed is komen nu de monsters aan. Ja, want het hondje dat ging natuurlijk meer naar mij toe. En heb ik eigenlijk een merchant hier? Volgens mij heb ik dat niet. Dus dat zal dus betekenen dat als we sowieso aan beide kanten genoeg genoeg land moeten hebben, dus zo min mogelijk bomen. En volgens mij zit hier ergens de... Nee, hier zit nog geen portal, oké. Ik heb ook nog behoorlijk wat gems, dus ik weet niet precies wat ik daar nu nog mee kan, maar misschien later wel iets. En we hebben ook natuurlijk nog meer... ja, mensen door dat die dan boogschieten. Want hier hebben we er eentje. Dus we moeten sowieso wat meer naar kampjes toe gaan. Oké. Zien. Zat hier al het kampje dat dichtbij zat? Nee. Dat is de kant met de portal. En daar achter het kampje. Maar ik heb eigenlijk nog totaal geen bloedmaan gehad. In deze playthrough. Echt totaal geen. Normaal iedere 7 dagen of zo. Dan is de bloedmaan er al. Maar nu niet echt. Oh, daar komen nog mensen aan. Mooi. Want ik heb die nog behoorlijk hard nodig. Oh ja, hier is de bootlocatie. Maar daar moeten we nog even voor sparen. Dus dan maak ik nu weer even een boogje. Of dan koop ik een boog. En zou het verstandig zijn om dat, die mount te halen? Volgens mij niet heel erg. Want deze die vind ik toch wel wat fijner als ik van die deers wil hebben en alles. Heb ik hier al genoeg? Waarschijnlijk niet. Nee. Zo. Ja, dat torretje dat ga ik even upgraden. Want we hebben hier natuurlijk zo'n hermit staan die dan zo'n bakkerij daarvan kan maken. Dat is super handig om te hebben. Oké. Zoontje komt eraan. Moeten we binnenkort ook even onze muur even verbeteren of wat verder naar buiten maken. Die zijn dood. Oké, hoeveel coins zijn dat? Dat zijn er 12. Oké, die gaat gelijk weer even als hunter.
ga ik aan de rechterkant even weer wat bomen laten omhakken. Zodat ik daar ook weer wat coins mee kan krijgen. Dan nog even wat mensjes recruiten. Een boom gaan maken. En dan hopelijk, wanneer we genoeg geld hebben, de toren weer upgraden. Daar dan nog een keer upgraden. Want die bakkerij die hebben we echt heel hard nodig. Dan hoef je niet heel te naar buiten te gaan om naar die kampen toe te gaan. Maar dan komen ze bij mij. Ik was in het kampje niet heel ver weg. Ik moet meestal altijd één boompje laten staan bij het kamp. Zodat het in ieder geval blijft staan. Oké, daar komen de builders aan. Ja, en de andere ook. Oh, nog een mannetje. Zo. Nou, toppie. Nee. Twee pogingen, dan natuurlijk nog één persoontje aankomt. Hoeveel coins heb je eigenlijk? Oké, volgens mij moet het al genoeg zijn. Makkelijk. Oh, nee toch. Nou, dan gaan we weer twee van onze builders. Nou, en nu nog even wat meer coins regelen. Want ik heb sowieso één coin. En dan moet de rest nog even voor dit gebruiken. Misschien is het beter om eerst die bakkerij te fixen. Misschien wel, joh. Ik weet ook niet hoeveel coins die upgrade kost. En ze staan ook een beetje bij elkaar. Dat zijn best wel wat coins. Hoeveel zijn dat er? 3, 6, 8. 15 coins.
Daar heb ik nog niet genoeg voor. Of die hunters moeten even gauw heel wat fixen. Kijk, nu heb ik volgens mij iets van 5. Oké, ik denk dat ik beter die bakkerij kan laten wachten voor de volgende aflevering of zo. Dus ik maak gewoon nog 1 archer en 1 builder. Maar dan ga ik nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.